Bas, goedenavond. Wij zijn natuurlijk heel nieuwsgierig wat de wethouder, ik maak die fout al voor de tweede keer, wat de burgemeester net nog te melden had. Was dat voor onze oren bestemd of niet? Dat zou ik je niet durven zeggen, dus dat ga ik ook maar niet doen dan. Nee, zou ik je dan maar niet aanmaken. Hey, Bas, wij wilden eigenlijk, Jelle en ik, een beetje terugblikken op deze avond. Zo van, we hebben toch wel bijna 2 uur lang, ruim 2 uur, zeg maar, over het bomenbeleidsplan gesproken. Ik denk dat het heel mooi is dat we zoveel aandacht hebben aan dat onderwerp. Jij en jouw partij was bij alle amendementen en de motie betrokken. Wat is nou jouw eerste gevoel als je nu terugkijkt op deze avond? Gemengd. Ik denk dat we wel een aantal dingen hebben binnen kunnen halen vanavond voor het bomenbeleid die echt van meerwaarde zijn. Met name het amendement om het herplanten van bomen als uitgangspunt te nemen is denk ik echt heel waardevol als het erom gaat hoe zuinig wij in onze gemeente omgaan met groen. En dat we zaken ook niet onnodig door de houtversnipper herhalen, maar eerst gewoon eens kijken van goh, kunnen we daar misschien op bij andere plekken nog wat mee. De 2 amendementen die niet zijn aangenomen van GroenLinks over de ecologische waarde van bomen. En ons amendement ook over de ecologische waarde als het gaat om het aanwijzen van waardevolle bomen. Ja, dat is jammer. Maar ja, goed, dat is hoe de zaken soms lopen. Dus al met al gemixt, mm-hmm. Maar neigend naar de positieve kant. Okay, want die eerste, hè, dat ging meer ook over dat vergroten van de norm. Hè, om uiteindelijk ook bijvoorbeeld de terugval, omdat een aantal bomen nog doodgaan en zo. Jullie hadden een hele mooie rekensom gemaakt. Dus de norm 0,35 per inwoner. Haalde het niet en ik hoorde heel vaak het argument, want het mag niks blokkeren. De woningbouw, het parkeren. Hoe heb je dat beleefd vanavond? Ja, zo gaat het natuurlijk wel vaak in een raadsvergadering. Iemand spreekt de angst uit, dat zou wel eens kunnen blokkeren. En vervolgens springt iedereen op die wagon erbij van, het zou wel eens dingen kunnen blokkeren. Ja, dat blijkt nergens uit. De wethouder gaf ook aan, dat is in principe ook niet zo. Mm-hmm. En op het moment dat je dat als uitgangspunt neemt, en dat is ook hoe het in het amendement was opgenomen, als mm-hmm. uitgangspunt, zou je daar ook gemotiveerd vanaf kunnen wijken. Op het moment dat je inderdaad zou constateren van, hé, maar wacht eens even, hier zit het echt een ontwikkeling in de weg, op een manier die we niet wenselijk vinden. Mm-hmm. En van welke partij viel jou de tegenstand nou het meeste tegen? We zitten al een beetje in campagnetijd. Vind het is wel leuk om de tegenstelling al een beetje helder te krijgen. Nou, nee, ja, kijk, uiteindelijk is er een meerderheid tegen. Dus om nou uit die meerderheid tegen één partij eruit te lichten, dat zou ik ook een beetje flauw vinden. Maar ik denk wel dat, nou ja, goed, je hebt het zelf over campagnetijd. We gaan de komende tijd, het wordt nog een hele intensieve week. Er zijn ook nog een aantal debatten die plaats gaan vinden. Ja, ik denk wel partijen die nu nog in die debatten gaan zeggen, wij willen meer groen en willen meer bomen, maar bijvoorbeeld wel tegen dat amendement stemmen. Ja, dus ik vraag, oké, hoe dan? Als je het op deze manier niet wil. Dus je hebt wel genoteerd wie er tegen waren, neem ik aan, hè? Ja, ik ga de vergadering ook nog even terugkijken. Ik zal een lijstje maken. Ja, precies. Nee, want het was wel bijzonder. Op een gegeven moment werd ook een van de partijen aangesproken op haar rentmeesterschap. Maar zelfs dat maakte geen indruk, geloof ik. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk, Bas? Want je wist dat er al wat weerstand was. Want er was een partij, ik noem maar gewoon even de VVD, die in de raadsessie al iets zei over blokkeert het niet de woningbouw. Ga je dan niet met zo'n amendement, zeg maar, langs alle fracties en kijken om vooraf steun te verwerven? Zo werkt dat toch? Ja, zeker. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Wat je ook hebt gezien is dat het amendement, daar stonden meerdere ondertekenaars onder. We hebben echt wel met een groepje, niet met alle 10e partijen, want dat schakelt een beetje moeilijk. Dus we hebben eerst met de kerngroepje gekeken van, we zaten redelijk op dezelfde lijn in de sessie. Kunnen we ook met een amendement komen waarin we op dezelfde lijn zitten? En dan ga je hem wat breder uithangen, zeg maar, om te kijken of andere partijen ook meedoen. Ja. Ja, inderdaad, VVD was in de sessie ook al niet enthousiast over dit soort plannen. Nee. Ja, dat is voor mij een extra motivatie om te kijken of we ze toch kunnen overtuigen met inhoudelijke argumenten. En op het moment dan ook de drempels die ze zelf zien, de wethouder notabene, die toch ook als taak heeft de raad daar juist over te informeren. Mm-hmm. Dus notabene de wethouder zegt van ja, maar dit werpt niet de drempels op waarvan u denkt dat ze ze opwerpen. En nou ja, daar ga je dan alsnog aan voorbij. Ja, dan weet ik niet wat ik zou moeten proberen om ze alsnog te overtuigen. Dan zitten ze daar denk ik redelijk in vastgeroest. Dan maakt het niet uit wat we proberen. Nee, erg ingewikkeld. Hey, het is inmiddels ook alweer ruim na 10. Ja, normaal gesproken bij een raadsvergadering is dat nog helemaal niet zo laat. Maar dit was maar één onderwerp. En dit was nog maar één onderwerp. Dus ik denk dat het ook nog wel even goed is om tot slot terug te blikken op de motie. Want dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Natuurlijk, een amendement is natuurlijk een kleine wijziging in een voorstel dat gewoon er ligt. Maar een motie, dat zie je ook vaker in beraadslagingen van een jaar of 2 jaar later. Daar komt een raadslid altijd graag nog weer op terug. En zeker als het is aangenomen natuurlijk. Dus daar wil je misschien ook nog even kort iets over zeggen, over die motie.
Ja, we hebben een motie ingediend. We hebben nu het nieuwe bomenbeleidsplan aangenomen. En daarin staat onder andere dat we het aantal bomen in de gemeente willen vergroten. En dat we ook meer waarde hechten aan de boom. Nou, we natuurlijk sinds 4 jaar zijn we natuurlijk heel erg in samenspel, ook met de samenleving als gemeenteraad. Dus ook dit beleid zullen we weer graag samen met de inwoners op willen gaan pakken. En wij hebben gedacht van, nou ja, dan willen we ook wel, als we samen met inwoners ervoor willen zorgen dat we meer groen krijgen in de gemeente, dan willen we ook eens onderzoeken welke mogelijkheden zijn om ze dan ook letterlijk daar meer ruimte voor te geven. Ja. Nou, de mogelijkheid zou kunnen zijn, op dit moment is de standaard afstand tussen een boom en de erfgrens is 2 meter. Dat is een landelijke standaard. Heel veel gemeenten hanteren die ook, en wij hier ook. Alleen een gemeente mag daar van afwijken in het eigen beleid. En we hebben eigenlijk gevraagd van, goh, als we nou inwoners letterlijk meer ruimte zouden willen geven voor het vergroenen van hun eigen tuin, zou het dan misschien kunnen lonen om te zeggen, hé, we gaan die afstand van 2 meter, die gaan we verkleinen. En kijk nou eens wat dat aan voor- en nadelen met zich mee zou brengen. Nou, de wethouder volgt jullie daarin. Hè? Die zegt, dat kunnen we gewoon doen. Het is eigenlijk een vrij eenvoudige onderzoeksvraag. Hè? Hadden jullie het opgelegd met een vaste afstand en had hij het ontraden. Maar dat onderzoek, dat sprak hem aan. En kon ook binnen het bestaande budget. Dus, en heeft het daarmee gehaald. Hè? Ook daar zie je wel eens verschillen. Hè? Soms wordt er gezegd, weer een onderzoek, kost geld. Maar vanavond zat de wind mee. Gelukkig zijn wel, ja. Ja, gelukkig wel. En daarmee heeft de motie het gehaald. Dus zeker. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Het laatste onderwerp van deze raad. Ja, hoe voelde dat? Om het af te sluiten met bomen. En de zinnen van Rob van Kooten met dit is toch wel samenspel. Nou. Voor mij persoonlijk vind ik het wel heel toepasselijk dat hiermee eindigt. Een van mijn grootste drijfveren om ook de politiek in te willen is het groenbeleid. En dan met name bomenbeleid. Ik heb er wel eens aan geërgerd hoe makkelijk soms groot groen wordt gekapt. En dan komen een paar jonge sprietjes voor terug. En dan zeggen we, kijk eens, we hebben gecompenseerd. Dus in die zin is het heel toepasselijk. Het was voor mij een van de belangrijkste redenen om de raad in te willen. En ik hoop daar in ieder geval vanavond ook in positieve zin een stempel op gedrukt te kunnen hebben. Dat zegt voor mij persoonlijk, klopt het, zeg maar. Dat het hier in ieder geval voor deze periode mee eindigt. Nou, dat mooi. Is een mooie afronding. Hè? En het persoonlijke is ook politiek uiteindelijk, toch? Ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk ook om specifieke persoonlijke redenen de politiek in willen. Ja. Zo hebben we verschillende kandidaten interviewen op verschillende plekken met RTV Seaport. En daar zie je dat iedere keer weer terugkomen. Mooi zo'n drijven. Bas de Ruig, dankjewel nog even voor deze terugblik op deze mooie sessie over bomenbeleidsplan. Ik wens je heel veel succes de komende periode. Net als alle andere 9 fracties hè, in gevecht met elkaar. Misschien al op woensdagavond 9 maart in het hete hangijzerdebat. Ja. We hopen je daar graag te zien. En dan gaan we nog meer van die prikkelende stellingen. Bijvoorbeeld over woningbouw, om even te verklappen. Gewoon met elkaar. In relatie tot bomen. Ja, misschien. Ja, ik zou hem er gewoon inbrengen, dat argument. Nou, wel natuurlijk van op welke plek gaan we bouwen. En daar is de discussie met natuur natuurlijk ook een hele belangrijke. Ja, dus zeker. Dat gaat zeker terugkomen. Ja. Dat gaat zeker.